8 vrouwen zijn vandaag in aanmerking gekomen voor de Grandi Viti Ding Award. De awards worden jaarlijks uitgereikt aan sociaal bewogen vrouwen die zich inzetten voor hun medemens. De Grandi Viti Ding Award is een project van de Nationale Reparatiecommissie. De trekker van het project, Agneta Josefzoon, zegt dat het de bedoeling is om vrouwen bewust te maken dat ze het kunnen. De voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie, Armand Sunder, zei blij te zijn voor de vrouwen die in aanmerking zijn gekomen voor de award. Het is de bedoeling dat ze doorgaan met het goede werk waarmee ze bezig zijn. Sunder hoopt dat hun werk ook opvalt bij anderen. Maar u bent opgevallen in het kader van het belangrijke werk dat u doet. Wij van de reparatiecommissie hebben de taak, zeker de opdracht, om te identificeren eigenlijk de pijlers voor verandering. En dat zien wij in de vrouwen die in de gemeenschap bezig zijn. En met name niet in die top van die gemeenschap, maar die met de dagelijkse zaken geconfronteerd worden en daarbij buitengewone bijdrage doen. En het is een compliment waard en het is een van de belangrijke projecten van de Nationale Reparatiecommissie. Doe goed en zie niet om, zegt Margriet van der Bosk, kapitein van Pikin Poika. Zij is ook in aanmerking gekomen voor een award. Van der Bosk sprak namens de gehuldigden een dankwoord uit. Ik zou zeggen, dames, geven jullie de moed niet op. Van de gemeenschap zullen wij dan de beloning niet krijgen, maar van de heren daarboven wel. En ook van degene, zeg maar, van zulke sociale organisatie. Hun ziet ons werk, ons goed werk. Dus laten wij doorgaan met het goede werk wat wij moeten verrichten naar de samenleving toe. De vrouwen die in aanmerking zijn gekomen voor een award zijn Eronia Rozer, Lafoon Alexander, Helen Brunst, Saskia Cotino, Mavis Haltman, Landveld Ewijk en Margriet van der Bosk. De uitreiking heeft in het oud-PWO-gebouw aan de Limesgracht plaatsgevonden.